Goed, wat gaan we nu doen? We hebben het al gehad over factoren van economische groei. Vandaag kregen mijn leerlingen een stuk saaie, jammer genoeg, theorie voorgeschoteld. En om het zeker naar hun beleving minder saai te maken, heb ik hun niks woordelijk met die theorie laten doen, maar moesten ze de theorie van mij tekenen. Deze les wil ik het met jullie hebben over de voordelen. Hoe gaan we dat precies doen? De eerste stap is heel simpel, kijk gewoon. Kijk en doe mij na. Dan heb ik voorgedaan wat ze moesten doen. Waarom doe ik dat precies? Anders als ik zeg van wie blad in 6 stukken, dan is dat gekwetter. En dan duurt dat super lang voordat effectief elke leerling tot een blad met 6 stukken is gekomen. Nu, door gewoon te zwijgen, zijn leerlingen nog gedwongen om te kijken. En binnen de minuut heb je eigenlijk van elke leerling het resultaat dat je verwacht. Dat is zo een stomme, hoe zeg je dat, life hack om gewoon heel efficiënt te komen tot wat je wilt in plaats van tijd te verliezen aan zoiets onnozel als een blad in 6 delen. Goed, wat ziet je nu voor u? 6 vlakken. Ja? Weet je nog hoeveel voordelen dat we gingen bekijken? 6. Straf, hè? 6 vlakken, 6 voordelen. Wat ga ik doen? Ik leg jullie de 6 voordelen uit. Vandaag heb ik simpelweg gedoseerd. Ik heb elk van de 6 voordelen van economische groei, het onderwerp waar we mee bezig zijn, heb ik aan hun uitgelegd. Van voorlezen uit de cursus tot nog wat extra uitleg voorzien. Het enige wat de leerlingen mochten was tekenen. Geen letters gebruiken, geen woorden gebruiken. Een cijfer mag hooguit, of zo'n euroteken mag voor mij. Mag voor mijn part ook, maar tijd om te tekenen. Duidelijk wat je moet doen, of heeft er iemand nog een vraag voordat je kan starten? Oké. Waarom laat ik mijn leerlingen tekenen? Twee redenen. Ik heb leerlingen met dyslexie in de klas. Ik heb ook leerlingen in de klas van wie dat Nederlands de moedertaal niet is of die talen gezien minder sterk zijn. En dan helpt het wel om een keer vanuit een andere taal te vertrekken. Dat ze eigenlijk eerst alles vertalen in beelden. Dat is de laatste tekening, Yassine. Oké, heel goed. Wat gaan jullie doen? Je krijgt ongeveer 30 seconden om een tekening uit te leggen. De persoon aan de kant van het raam, dus je ziet altijd per twee, wie aan de kant van het raam zit, begint. Je mag je tekening gebruiken. Wat is belangrijk dat je straks kan doen om daar terug woorden op te plakken? Goed, persoon 1 begint. Eerste tekening, 30 seconden. Ja, ze vertaalde beelden in eigen woorden. Welke voordelen van economische groei heb ik hier nu precies getekend? Je mag door naar de volgende, hè? Waarom doe ik dat? Zodat ze eigen woorden koppelen aan de tekeningen die ze gemaakt hebben. Niet meer de woorden uit de theorie, want die zijn ze intussen al voor een stuk weer vergeten. Maar dat ze echt woorden vanuit hunzelf brengen in plaats van iets van buitenaf. Zodat ze echt kunnen oefenen op, heb ik het hier nu begrepen, ja of nee? En vooral dat ze elkaar dan aanvullen of corrigeren waar dan. Jean, waardoor het wil zijn ook jezelf verbeteren. Snap je? Dat met de beter zullen... Wie geeft je individueel dan een titel? Probeer nog eens te bedenken welke woorden heb je daar juist gezien toen je moest opzommen, welke heb ik nog gebruikt. Probeer eerst al en daarna pas je nog aan op basis van wat je ziet in de cursus. Maar eerst onder cursus proberen. Ja? Als laatste stap laat ik u wel aan de slag gaan met vakterminologie. De namen van de titeltjes die ze voordien hebben gezien, maar ook woorden die dat ik heb gebruikt, dat ze die er opnieuw aan proberen te koppelen, individueel, om dan achteraf te controleren in hun boek. Dus eerst zonder cursus. Ja, maar we wisselen maar 2. Maar 2? Ja. Individueel of per 2? Ja, 2. Oké, dan moet je checken. Maar noteer wie die dat gecheckt een keer in een andere kleur, want dat zijn degenen die dat je nog... Dat je nog wat extra werk aan hebt. En diegenen die ze vergeten waren, daar zetten ze een kruisje aan. Want dat zijn woorden die toch nog minder gemakkelijk blijven hangen. Of terminologie waar dat ze toch nog iets meer aandacht aan moeten besteden. Duidelijk? Oké, keigoed. Eén vraag nog van mij hierover aan jullie. Waarom doen we deze oefening? Wat is hier het nut van? Shit jong, heeft alles wat we doen een nut? Is mijn doel bereikt? Heb ik leerlingen... zwakkere leerlingen beter aangesproken? Ik geloof het wel, omdat ze 3 keer eigenlijk die vertaalslag moeten maken. In plaats van tekstkennen, een beetje zelf een beeld geven. Ja, inderdaad. Dat je...
Ja, dat je letterlijk een beeld creëert. Lamia, wat zie jij nog als nut van die oefening? Toen ik zo bij verschillende groepjes rondging en elkaar hoorde uitleggen, hoorde ik, uiteraard in leerlingentaal, maar dat was de bedoeling, hoorde ik ze echt wel correcte dingen vertellen. En als ze daar dan in een latere fase ook nog aan die uitleg hun vakterminologie kunnen koppelen, dan is voor mij duidelijk dat ze de leerstof begrepen hebben en op een wetenschappelijke manier kunnen terug weergeven. Dus voor mij is die werkvorm zeker geslaagd. Een blijver.